fotoshoot voor 18 juni Ringstars events. Part 3. Met natuurlijk onze eigen Fred Sikking. Fred Sikking in de building. Hoe is het? Goed. En maar gelijk met de deur in huis te vallen. Je laatste partij, Ibrahim Elbouni. Ja. Vertel. Nou, ik had me goed voorbereid en we waren fit. Ik ben jaartje ouder, dus de jongens denken, hey, die Sikking, het waren jonge jongens, Ibrahim volgens mij 24, dat scheelt 12 jaar, 36, dus ik moest echt aan de bak. Ik heb echt keihard getraind om om gewoon fit aan de start te verschijnen, blessurevrij. Super veel gespart en ik draaide voor mij doen gewoon volgens mij goed. Ik had meer conditie dan hem. Dat zag je in elke ronde. Volgens mij maakte ik dan een beetje de partij. Ik miste af en toe een hoge trap, maar ik was volgens mij de, hè, waar je de punten op scoort in de K1 of whatever. Glory, aanvallende vechter, agressievere vechter, meer punten gescoord. Dus ik dacht dat ik ronde 1 sowieso op mijn naam zette. Ronde 2 misschien gelijkwaardig, whatever. Ik kon ook wel naar hem toe zijn gegaan. Maar ronde 3 ook zeker voor mij. Dan zag je ook duidelijk dat ik meer lucht had. En zo voelde het voor mezelf. En toen vroeg ik bevestiging aan mijn hoek. Die zei 100%. En social media ging gelijk los. Ging helemaal los. En het publiek liet ook gelijk weten van hey, hier wordt een foute beslissing genomen. Het is ook helemaal niet de schuld van Elbouni of whatever. Maar nee. Het was gewoon dat gevoel die dag. En dan denk ik van ja, ik kom van verliespartij, Ik had Tavares pech gehad, misschien eigen schuld, hè. En Glory verloren van die Fransman. En dan win je eindelijk en dan doen ze dit. Ja, en bij Glory vocht ik ook wel goed. Ja. Alleen in ronde 2 liep ik eigenlijk op een terechte 8-tellen van hem. Ik was aangeslagen. Maar die 8-tellen kreeg ik helemaal niet. Oké, dus als je hem dan niet krijgt. Ik was aangeslagen, maar ik kreeg hem niet. En in ronde 3 gelijk uit, slippertje, en dan geven ze een 8-tellen. Dus ik vond die eigenlijk ook, maar goed, in een paar keer pech gehad. En toen kreeg ik een hele lange vries, Bas van de Bos of zo. Ja, die deed ook hartstikke goed, die was 2 meter. En dan heb ik ook lopen knokken, voor mijn leven verlies je weer een punt. En dan elke keer net niet, eigen schuld misschien hoor. En nu dacht ik van, hé, ik ben er klaar voor. En dan wilde ik je even vragen wat ik was. En dan word je eigenlijk een beetje zo genaaid, ja. Genaaid. Maar ik las op social media dat je protest hebt aangetekend. Ja, maar je hypo heeft een protest ingediend. Dus, ah ja, we hebben protest ingediend. En dat duurt 3 weken. Ik heb gevraagd of dat een onafhankelijke jury kon zijn. En hypo ging kijken of dat ging lukken. Want als dat gewoon bij dezelfde bond is, ja, dan verlies je waarschijnlijk weer. En het maakt me eigenlijk al niet meer uit. Dus schat, kijk, het is gebeurd. Het publiek heeft laten weten dat we het niet mee eens zijn met de beslissingen. Niet een paar, maar echt iedereen. Hè? En ook, ook zijn eigen mensen. Weet je wel, de Marokkaanse gemeenschap die allemaal tafels hadden vermootje. Iedereen boeide. En toen, dus ik was die avond al de morele winnaar. Alleen op papier staat gewoon dat ik verlies weer. Ja, whatever, schat. Eigenlijk is het al een beetje verpest weer, hè? Het zweertje, ja. Dat was zonde, goede pot. Maar iedereen weet dat jij gewonnen hebt, dat is belangrijk. Het was gewoon een goede pot, laten we dan daarop houden. Ik vecht 14 mei in Infusion tegen Frederik Sinistra. Ja, die vecht als ik goed is. Die vecht, ik ken hem niet. Ja, hij is goed. Hij is goed. Ja. Ze zijn allemaal goed, toch, in deze klasse? Die vecht vanavond tegen Sergio Piqué volgens mij. Ja, dat toch gelijk, ja. En dat is mijn volgende, dus ik kijk of ik kan kijken. Dat is in Istanbul. Ja, je hebt altijd goede tegenstanders. En, ze zijn toch ook allemaal goed, schat, en niet meer 35. Nee, maar jij staat altijd tegen. Ontloopt ze niet meer. Gewoon, je kan niet meer denken van, nou, dat wordt een makkie of zo. Ze zijn allemaal goed. Keiro, Tavares, Boyboy, Ibrahim. Ze zijn toch allemaal hartstikke goed. Ze trainen maar 2 keer per dag. Ze zijn allemaal prof. Ik sprak Michael Dude laatst op een event. Ja. En ik vroeg hem, ontduik jij Fred Sikking? En hij zei van 2 jaar geleden of zo. Hij zei hij had een paar verliezen gedraaid, jij had een paar verliezen gedraaid. Dus het was voor hem op dat moment niet interessant. En hij had blessures. Maar hij zegt dat hij je zeker nog gaat tegenkomen. Oh, nou ja, goed. We zijn all in the game, hè, nog steeds. En dat was 2 jaar terug. Ik zou tegen hem uitkomen, volgens mij bij WFL. Die partij is nooit gekomen. En de anderen staan allemaal al
hè, in de rij of whatever. Er zijn zat andere vechters. Je hebt eigenlijk niks tegen hem, of het is een beetje opgehyped natuurlijk. Leuk om tegen hem te vechten, maar als het niet komt, is het ook goed. Hij komt ook weer terug. Hij gaat tegen Patrick Veenstra ook. Had je dat al eerder bij Infusion gevochten of niet? Jawel. Een tijdje terug. Twee keer volgens mij. Sowieso tegen een Roemeense jongen. Hele sterke jongen. Won ik op punten met een extra ronde. Dat is zijn naam niet meer. Dat is weer terug naar Infusion? Nee, ik. Ja, Fighter Start. Ja, Infusion Nijmegen, ver weg, maar wel leuk denk ik. In ieder geval succes. Ja, leuk. Mooie verhalen denk ik, ja. Ja, zeker. Ja. En dan 18 juni Ringstars. Ringstars tegen Sergio Piqué. Ja, die toch vecht Muay. Wereldtitel Muay Thai, ja, dat vind ik wel lekker Muay Thai, ja. En je hebt nogal wat titels, meneer Sikki. Ja, je... Leveren ze geld hoor, kan ik ze ergens één leveren of niet? Nou, ja, welke titels heb jij? Trots op. Ik ben er heel blij mee. Ik won in 2008 Nederlandse titel. En in 2009 verdedigde ik hem. En die verloor ik dan op punten. En in 2010, weet je wel, het is continu verdedigen dingen. In Thailand 3 keer een titel gepakt. Ik ga veel naar Thailand, ik heb daar veel gevochten. Je hebt er getraind? Ik ging er wel vaak heen. Ik ga er al even vanaf mijn 18e. En dan bleef ik een maand, of 2 maanden, of 3 maanden, of 4. Ik ben er 5 maanden. Ja. Dan bleef ik in zo'n kamp. En dan vocht ik elke maand vocht ik een partij tegen een Thai. Ik heb er denk ik een stuk of 25 gedaan. Toen was ik in Nederland nog C-klasse. Toen vocht ik daar 5 keer 3 met ellebogen. Dus dat heeft me gewoon heel veel ervaring. Een hoop schade ook opgebracht natuurlijk. Een hoop leergeld. Studiegeld betaald daar. Maar dat was wel heel goed joh, dat was leuk. Naar Thailand hè, dus je hebt echt dat... Ik heb tegen die Davy Cooper nog staan, Amerikaan, in Pattaya. Wereldtitel met ellebogen. En dan, ik heb wel een beetje geluk, of ik heb het altijd goed gedaan, voor Muay Thai. Ik won ook mijn wereldtitel tegen... Turkse jongen hè. Ospan Mook heette die geloof ik, ja, Ospan Mook. Ook voor Muay Thai wereldtitel. En nu weer voor Muay Thai wereldtitel, dus... 3 keer scheepsrecht, zeg ik dan. Sergio, hè? Heb je al eerder tegen Sergio gestaan? Nee. Eerste keer. Eerste keer. En ja, we hadden het net al over Glory, maar het was een jammer... Light heavyweight division of Glory. Jammer van die eetkoud, maar het was een hele mooie partij. Vond je het mooi, ja? Ja, ik vond hem goed. Ik vond het... Maar wij houden van vechters net als jou die gewoon komen om te knokken. En als je dan verliest, ja... Ja, maar als je nou net elke keer op het nippertje verliest... Dat is toch niet meer leuk. Ja, maar daarom... Goed afsluiten. En dat was, dacht ik dan tegen Boonie van, nou, je was fit, je wint eigenlijk dan. Voor je gevoel, hè, en voor de mensen. En dan de jury, dan denk ik van, jongen, het was nou toch even de andere kant. Dan kon ik nog even een jaar of twee er tegenaan, weet je wel. En ik moet gewoon, ik wil gewoon nog even goed afsluiten. Nou, je bent even... nog lang niet klaar, hoor. Jij denkt elk jaar dat je klaar bent, maar je bent nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar, hoor, maar ik wil het even goed afsluiten. Kunnen jullie nog terugzien bij Glory? Amsterdam? Ik heb ze gesproken van Glory, aankomende. Maar ik vecht natuurlijk 18 juni tegen Sergio Piqué. Plus... Dat ga je niet redden. Dat ga ik niet redden, want hun zijn daarna. Ja, plus hij zei me dat alle contractuele vechters zullen vechten. Nicky Holske, Groen, Rico Verhoeven en... ja, laat eerlijk zijn, ik heb daar vorige keer verloren. Ja, maar je hebt niet lelijk verloren, bedoel je? Nee, oké, maar ja, ik ben... Ik ben binnengekomen als debutant, ik verlies weer, dus misschien is mijn stappen daar alweer voorbij. Wie zou het zeggen, ik weet niet. Misschien bellen ze volgend jaar weer. Nee joh, goed, eind van het jaar weer joh, bij je. Ja. Nou, 18 juni hadden we het net over, wat kunnen we verwachten 18 juni? 18 juni? Zeker. Moet hij, hè? Dat is met elleboog toch? Ja, een hoop elleboog kan je verwachten denk ik. Ja, hij zou willen stompen en dan gaan we stompen. Heb je nog iets te zeggen tegen Sergio, die zit nu in Turkije? Ja, die vecht in Turkije. Ik wil hem succes wensen voor zijn wedstrijd vanavond. Hij mag hem winnen. Is goed voor hem, toch? En Vos Jim zit met Adamas bij Kunlun? Ja, bij Kunlun. Dan wil ik ook allemaal succes wensen van Vos. Het is vanavond druk en... Fight Night. Die Fight Night. En... Volgens mij sta ik in een 8-mans toernooi. Ja, net na de zomer. 3 keer vechten bij een avond, ja. Waar? Ik kan er volgens mij nog niet zoveel over vertellen, maar dat
alle toppers van de min 95 staan erin. Welk geluidje? Welke vrienden mag je niet zeggen? Mag je niet vertellen, denk ik. En trouwens, zolang het niet bekend wordt gemaakt, zal ik het ook niet bekend maken. Ik denk dat alle toppers, nummer 1, 2, 3, ik weet niet of meer of ik daar... ik zal er ongeveer bij de top 8 nog bij zitten, daarom hebben ze me gevraagd. 8 beste vechters, toernooi, min 95. Is er een partij waarvan je nu zegt van achteraf van... Die had ik gewoon moeten winnen of die had ik echt niet moeten verliezen. De laatste toch, El Boonie. Ja, maar die heb je niet verloren, dus... Nee, maar uiteindelijk op papier wel. Jawel, want nu komt de druk. 14 mei vecht ik tegen Frederik Sinistra. Ik heb niet gewonnen. Ik heb er dus nu 4 of 5 verloren. En ik had eigenlijk die winst even dus een kort gevoel, want ik ben niet meer zo gemotiveerd. Ik heb zoiets van, oh ja, weer. Ik duik maar weer die ring in en denk ik van, nou, we zullen het wel weer zien. Maar ik had eigenlijk nu die drijf moeten hebben van, yes, je bent weer terug. Goed, was een mooi gala trouwens. Dat was een supergoed gala. En ik ben heel blij dat ik bij Melvin steeds wordt neergezet. En dan vecht ik 4 weken later op dit gala. Ja, zitten we ook weer te klooien met tafels. En dat is het klimaat tegenwoordig nu, hè. Dat je je tafeltjes maar moet verkopen. Wil je nog met een boterham thuis komen? En dan ben je profvechter. Dat is ook niet meer allemaal zo leuk, joh. Als je naar het buitenland gaat, dan krijg je waarschijnlijk je kerst in je handen. En dan is het goed. Zou je bij je Respect World Series willen? Oh ja, Roemenië. Ik heb nog niks gehoord van die organisatie. Supercombat ben ik geweest, dat is hartstikke mooi. Ik ken die nieuwe nog eerlijk gezegd niet. Nee, ze hebben pas 1 event gehad, dus... Maar ik knok overal in principe en tegen iedereen, toch? En dan... Zolang ik het kan doen, doe ik het. En dan even Badahari Rico Verhoeven. Ja. Ah, ja, is dat niet gewoon open gepraat? Zou Badden nog vechten? Heeft Badden dat geld nodig? Wil hij dan zo graag? Rico staat al die tijd te knokken tegen iedereen en die zit helemaal in zijn top tijd en die is super sterk. En een badder een paar jaar geleden had Rico nooit van gewonnen. Hoe badder een paar jaar terug was, had Rico nooit gewonnen. Mocht het doorgaan, wat denk je dat er gaat gebeuren? Dan denk ik dat Rico wint de punten. Of badder moet een knock-out slaan. Maar ik denk dat Rico te slim is nu en te handig. Goede conditie, sterke benen, alles is sterk en goed, zijn boksen, zijn trappen. En Badr is een tijdje uit geweest, vocht 1 keertje tegen Lond. Je hebt gezien hoe die ging. Het was kilo. Nou, 4 knockdowns had Lond. Maar kilo een hoop in gebeurd. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, Badr in zijn prime time of zijn goede tijd, verslaat iedereen. Waarom zou hij nu terug moeten komen tegen Rico? Misschien moet je eerst even 1 of 2 in elkaar timmeren. Nou, afscheidpartij. Oh ja, nou ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het doorgaat, eerlijk gezegd. Nee. En dan wat een herrie, even achter. Ik zie liever Tyron Spong weer terugkomen. Jammer, hè? Is gestopt. Ja, zo jammer. Dat las ik op internet. En denk ik van, dat was toch een van de beste vechters uit Nederland. Je hebt daar ook tegenover staan, toch? Nou ja, met sparren, met trainen. Maar Tyron is wel... En natuurlijk wel een grootheid in de sport ook, hè? En ik zie vaak jonge vechters die verliezen dan een paar keer. Ja. En dan geven ze op en dan stoppen ze een jaar en dan willen ze een comeback maken. Maar jij gaat gewoon door. Je neemt het en je gaat door. Wat advies kan je geven aan de jongere vechters om... Schat, ik ben begonnen toen ik 18 was met deze sport. Ik ben 36. Ik wil de jongens wel een advies geven, maar dat is geen positief advies. Ga lekker voetballen. Ga je kijken waar je je geld in kan verdienen. Want in deze sport zit gewoon geen geld. Jammer, hè? Als je kijkt naar de wereldtop, naar een Spong of die niet meer betaalde door Glory of naar andere toppers. Ja, en je moet echt de absolute wereldtop zijn, zoals Rico of Nicky Holsoff, om een beetje centjes te verdienen. En het klimaat is toch helemaal belachelijk dat je als professionele vechter, ik heb 2 kinderen thuis, en 2 keer per dag moet trainen, want er staan allemaal topjongens als Tavares en Cairo tegenover me. Allemaal super getalenteerde, maar gewoon topvechters. En in het buitenland zijn wij zijn toch nummer 1 van de wereld eigenlijk. Dus onze vechters ook. Wij zijn eigenlijk gewoon de beste vechters van de wereld. En kijk wat ik sta voor tafeltjes te vechten. Dat is toch niet meer leuk allemaal. En wat moet ik dan de jeugd geven? Ik geef de kinderen les en ik vind het leuk om privéles te geven. Ja, nee, maar dan denk ik van... ik heb zo lang in deze sport gezeten. Wat ga ik nu doen dan? Het gaat stoppen dit jaar. Of het stopt volgend jaar. Misschien heb ik nog even een paar goede partijen en dan trek ik nog een jaartje door. Want ik ben natuurlijk eigenwijs. Ik wil nog even
Ik wil nog even, nou, waarom even doorgaan. Wat moet ik gaan doen dan? Ik geef nu les elke dag. En straks moet ik nog gaan solliciteren bij een bouwbedrijf of bij een schilderbedrijf. Nieuwkomer of een veteraan? Bij Glory tegen die Fransman. Ja, rematch? Ja, tegen die Zinedine Hameur. Zeg maar Zinedine, ja, maar dat zou ik wel willen. Tavares bij de WFL. En dan niet in het toernooi, maar ja, goed, ik verloor al deze. Tavares is leuk. El Bouni, misschien in Hilversum of in de Dudok Arena. Op het Gala van Real Fighters. Nou ja, goed. En voor de rest, ja. Even genieten nog van een paar jaar. Ik probeer nog zo lang mogelijk. Ik hoop dat Glory meeluistert. Luister altijd mee. Ik hoop dat jij tegen Michael Dieten bij eind van het jaar. Hij zit eind van het jaar bij. Maar dat jullie tegenover elkaar komen staan bij Glory. Of bij Infusion. Alles zo goed. Ik hoop het ook. We zullen zien. Toch? Jullie zitten nu een beetje op dezelfde lijn met promoters, dus het kan gebeuren. En het zou leuk zijn voor de fans. Dus, zijn fan van jullie allebei, dus may the best man win. Voor 18 juni in ieder geval, heel veel succes. Ik vecht 14 mei, Infusion. Oh ja, eerst moet je die nog. Ja. En daar ga ik me op voorbereiden nu, dat is over 3 weken. En dan daarna is Sergio Piquet. Ik heb er wel veel zin in, ja. Wat gaat er gebeuren met Piqué? 5 keer 3 minuten wordt het full Muay. En het is plus 95, dus een klein beetje ouder dan mijn comfortzone. Want ik zeg min 95, dus hij zit tegen de 100 kilo aan. Ik denk dat het een erg sterke vent is, een sterke vechter. Ik vind dat wel een goede tactiek voor hem. Heb jij meer ervaring Muay dan of hij? Ik denk ik, ja. Ja, daarom. Dus, pak hem. Je bent sterk. Ja. Maar het wordt Full Muay Thai. En daar ben ik 2 keer wereldkampioen in en dit wordt de 3e keer. Oes. Veel geluk vanavond met je wedstrijd. Ja, en Marco ook. Toch? En jij heel erg bedankt voor het interview. Wou je nog iets tegen je fans zeggen? Fans, altijd bedankt voor de steun. En kaartjes kopen of Facebook, whatever, Instagram en... Hartstikke goed, bedankt dat jullie nog steeds fan zijn. Ik probeer nog even terug te komen. Hè. Je bent al terug, want je hebt gewoon gewonnen de vorige keer. Klaar. Even... Gewoon iedereen zag dat je gewonnen hebt die daar zat. Oké. Dus, ik ga nog wel wat mooie, kan je in zak steken. Mooie partijen laten zien. Zeker weten. Of misschien inderdaad, wat je net al zei, een rematch tegen El Bouni. Whatever. Nog een keer goed te laten zien wie de winnaar is. We zien het wel. Hey Fred Sikkink, heel erg bedankt voor dit. Dankjewel. Doei. Doei.